Goedenavond, welkom tot de nieuwe aflevering van InfoAct. Februari 1980 neemt een 16-man sterke commandogroep onder leiding van Desi Bouterse de macht in Suriname over. Hieraan voorafgaand was er sprake van een conflict tussen de regering en de onderofficieren van het leger. De BOMICA, Bond van Militair Kader, hekelde de houding van de regering Aron naar het leger toe. Drie leden van de bond die waren gearresteerd moesten op 20 februari 1980 voor de krijgsraad verschijnen. Het ging om Badrezijn Sitaal, Ramon Abrahams en Laurens Snede. Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van 12 jaar en het ontslag uit de militaire dienst. De verdediging van de militairen bestaande uit meester Eddie Bruma en meester Ramon van Ritter eiste vrijspraak. De uitspraak wordt bepaald op 26 februari 1980. Zover komt het niet, want op 25 februari 1980, om 2 uur in de ochtend, wordt er een staatsgreep gepleegd. Het hoofdbureau van politie aan de waterkant wordt door het marinevaartuig S-402 beschoten. De drie gevangenleden van BOMICA, Sitaal, Nede en Abrahams, wisten te ontkomen en schreeuwden tegen de nieuwsgierige menigte in de buurt: gaat u in godsnaam terug naar huis. En ook in deze nieuwe aflevering van InfoAct praten wij over de historie. We hebben het over de staatsgreep van 25 februari 1980. In de vorige aflevering, de vorige uitzending, zaten we met de heer August Boldewijn en hij heeft ons het een en ander verteld over het rapport Abandonon, welke dus bedoeld was om de organisatie binnen dat leger, de situatie binnen dat leger, goed in beeld te brengen. Vanavond praat ik met enkele heren die er middenin zaten. Ik heb in de studio vanavond, de studio van InfoAct, Ernst Jeffrey, lid van de groep van 16. Artie Goree, ook lid van de groep van 16. Laurens Snede, toen woordvoerder van de Bond van Militair Kader. En naast mij zit John Harjo Prajitno, eveneens lid van de groep van 16.
Dit is ook een historisch moment, heren. Goedenavond. Welkom in de studio. Op een gegeven moment, laten we gelijk met de deur in huis vallen, want we hebben niet zoveel tijd. En er is veel te zeggen hierover. Op een gegeven moment hebben we dus een situatie gehad dat de zaak is gaan broeien binnen het leger. Er is onrust ontstaan en militairen stonden op het punt om een vakbond op te zetten. Ja, ik weet niet als ik de zaak volledig goed heb weergegeven, maar de toenmalige woordvoerder die zit hier en hij zou me dus alles kunnen vertellen over dat moment. Lorenz Nieder. Ja, inderdaad is het zo dat je een moment hebt gehad dat de ontevredenheid en de gevoelens van ongerief binnen het leger, toen de toenmalige Surinaamse krijgsmacht, SKM, zulke vormen hadden aangenomen dat er behoefte was en ontstond om een vertegenwoordiging van de militairen te hebben, om de belangen van de militairen te behartigen. Eigenlijk zijn we eerst met een belangenvereniging begonnen. Dat werkte niet, we hadden geen gehoor. En op een bepaald moment kondigden wij aan de Bond van Militair Kader. Er zijn gesprekken geweest. Maar om een lang verhaal kort te maken, hoewel de bond als zodanig functioneerde, weigerde de toenmalige overheid om die bond als zodanig te erkennen. Men was van oordeel dat er binnen een leger geen plaats is voor een bond. Terwijl het wettelijk, juridisch niet verboden was. En er was wel bij de politie een bond. Dus dat is in feite het antwoord op uw vraag. Oké, op een gegeven moment nam de zaak ernstige vormen aan. Misschien kunt u ons die koppeling voor ons maken. Terwijl de zaak in de kazerne broeide, de gevoelens van ongerief alleen maar toenam, verklaarde of vertelde de toenmalige bevelhebber Elstak, Ygrek Elstak heette die goede man, zowel aan de toenmalige onderminister Willemszorg, aan de toenmalige premier Henk Aron, dat alles in het kamp onder controle was en dat hij de zaak kon overzien en dat alles goed liep. Dat heeft in een later stadium mede ertoe geleid, toen die premier in feite erachter kwam dat hij voor de gek werd gehouden, dat hij hem buiten functie heeft gesteld en alle macht heeft toen heeft gegeven aan Walker. Maar daar loop ik op de dingen vooruit. Ja, wie was Walker? Walker was de toenmalige korpschef van politie. De sterke man binnen het politiekorps. De sterke man binnen het politiekorps. De hoogste man binnen het politiekorps. Arti Corré die zat dus toen ook in het leger. De staatsgreep had toen nog niet plaatsgevonden. Wat ging er in die om? Nou, eerst op dat moment een gevoel waar je op een gegeven moment als militair niet op je gemak voelde. Ja, je rechtspositie was nagenoeg niet in orde. En je zag eigenlijk dat de politiek in die tijd door had dat ze niet met een leger moesten beginnen. Want ze konden er niet mee omgaan. Tot en met de dag van vandaag merk je ook dat bepaalde functionarissen niet met een leger kunnen werken. Kijk maar het ministerie van Defensie naar het leger in mijn periode toen de tijd. Ja. En dat brengt veel verwarring en het is een gevaarlijke situatie. Dus daar moet men voor opletten. En we hebben het ervaren en dat heeft jou toe gemotiveerd dat als het eigenlijk dat je verder in een hoek gedrukt werd, dat je in actie moet komen. Maar wat voor actie kan een militair voeren? Ja? Je kan geen actie voeren om op straat te staan of met borden te gaan lopen. Uiteindelijk merk je dat op een gegeven moment wat je niet graag wil doen, dat je op die wijze gewapende hand de zaak tot rust kan brengen. Ja, en toen kwam het idee om een staatsgreep te plegen. Misschien loop ik verder op zaken. Maar John Harjo Prajit nog. Hoe bent u betrokken geraakt bij dit alles? Nou, persoonlijk, de ervaring die ik heb opgedaan, is eigenlijk heel vroeg begonnen. Ik was tijdens een bivak op Sanderij. Werd ik geroepen door de toenmalige bevelhebber van de TRIS, kolonel Woulet, om ons mede te delen dat twee mensen zijn geselecteerd om een opleiding te volgen in Nederland. Dat waren dus Weile Horp en mijn persoon. Dus in principe, bij mij zijn de frustratie op dat moment begonnen. Wat gebeurde toen daarna?
mijn commandant, dat is Lofo Wong toen, die heeft dat ding gesaboteerd. Wij mochten niet gaan. Daar is mijn eerste frustratie begonnen. Tot dan de acties van ons, die gaf mij meer reden om beter gemotiveerd te raken, om mee te doen. Er is veel te vertellen wat dat betreft, maar militaire zaken kan ik moeilijk doorgeven op dit moment. Maar ik was goed gemotiveerd. Moest ik alles zo willen weten. Ja, daarom. Daarom. Want er is zoveel geschreven en juist door mensen die niet aanwezig waren, die niet in de buurt waren, die hebben het van horen praten. Dus in principe zijn wij de mensen die daarover kunnen praten. Juist, alles kunnen vertellen. Ja. Ja, Ernst Jeffrey was er ook bij, lid van de groep van 16 toen. Die ontevredenheid in het leger, had u daar ook last van? Ja, zelf. Daar is die andere beetje last van. Het is namelijk zo, dus je gaat om je te ontplooien om voor wat. En het moment dat de tijd daar is, word je voor iets anders klaargezet. Zodoende ben ik corporaal 1 geworden. Mm-hmm. Nou, ik heb een opleiding gehad, sergeant, en uiteindelijk word ik corporaal 1. En dan begint die ontevredenheid al. Ja. Je bent benadeeld. Toch? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou krijgen we een situatie waarbij de regering gaat optreden. Dat rapport Abendan is toen gepresenteerd. De regering heeft niks gedaan met dat rapport, de toenmalige regering Aron. Er is gezegd door de heer Boldewijn in die vorige uitzending, meneer Nierenvan, had de regering dat rapport genomen en als de regering inderdaad had ingespeeld op wat allemaal in dat rapport was vervat, en de militairen, de jongens had uitgenodigd om aan tafel zaken uit te praten, dat zou er geen staatsgreep zijn. Is dat zo? Hangt er vanaf. Laat me beginnen met mijn complimenten uit te spreken aan de manier waarop meneer August Boldewijn het een en ander heeft verwoord. Ik heb dat programma ook gezien, dat was gewoon geweldig. En heel duidelijk, inderdaad is meneer Boldewijn, je kan meneer Boldewijn bijna rekenen tot een van ons. Omdat in die periode toen ik minister was, was hij de directeur. Ik heb hem ook horen vertellen, dat weet ik ook nu, dat hij in feite de opdracht ook heeft gehad om te helpen uitvoeren. Omdat hij ook de man is die dus administratief dat nu op te zetten ministerie van leger en politie op papier moest zetten. En die uitspraak, laat me dit ervan zeggen. Het rapport Abendanon, dat was een heel uitgebreid rapport waar voor die tijd zwaarwichtige deskundigen in die commissie zaten. Ik dacht professor, hoe heet die goede man? Quintus Bos. Professor Quintus Bos, die mevrouw Daalberg. Kortom, mensen die voor die tijd een heel hoog ontwikkelingsniveau hadden. Zwaargewichten. Dus wij gingen ervan uit. De indruk die we hadden van de zwaargewichten die inderdaad dat ding een serieus ding was. Ja. Dus hebben we ook heel serieus eraan meegewerkt. Omdat wij behoefte hadden aan oplossingen. De problemen stapelden zich maar op. Toen bleek dat er helemaal geen gebruik werd gemaakt van het rapport. Heeft dat alleen maar geleid tot verdere frustraties, ja. Inderdaad. En wanneer je kijkt naar de manier waarop meneer August Boldewijn het heeft gebracht, dan merk je ook in hem een zekere mate van teleurstelling. Ook omdat hij met hart en ziel aan dat ding heeft gewerkt. Maar dat geeft ook aan wat er in die periode allemaal speelde. Meneer Aron, die was meer bezig met die aanstaande verkiezingen van 15 maart dan met de problemen van het leger. En er is inderdaad een moment geweest, dat hebben wij gemerkt, dat hij eigenlijk heeft gezegd, ik ga deze jongens gewoon hard aanpakken, want het zijn padvinders, dus ik ga ze ook als padvinders behandelen. Hij heeft zijn rekening ook gehad. Ja, maar wanneer kwamen jullie op het idee van, we plegen gewoon een coup. Wie is met dat idee begonnen? Mag ik zijn militaire zaken, maar mag ik dat ook weten? Na 33 jaar. Kijk, als ik erop mag ingaan kort. De waarheid is het volgende. Er is een moment geweest dat er behoefte was aan een bond. Ja, toch?